Vreselijk. Je doet het je ergste vijand niet aan. Ik ben helemaal zwart. Hi, mijn boer is in de building. Je zal wel denken, waar is die nou weer beland? Ik had echt verraden. Een andere gay scene. Gay scene? Nee, dat was gisteren. Gadverdamme, word ik helemaal bang van. We zijn in de Efteling en hun zijn net in Baron 1898 geweest. Zoals je had kunnen zien in de video, ja. Ik had ze even ingezoomd. Dus wel wilde of niet, ik heb het gewoon gedaan. En er staat... Inzoomen dit ding? Ja, natuurlijk. Gadverdamme, ziet er niet uit, man. Maar denk je nou echt dat ik zo'n ongelofelijke mogol ben? Dat ik met een telefoon ga inzoomen. Hoor, dat redt hij nog ineens. Ja, dat is digitaal inzoomen, hè? Dat ziet er niet uit, joh. Nee, dat ziet er niet uit. Maar in elk geval, wat ik wou zeggen, er staat een wachtrij hier van 150 minuten. Niet te doen. De hele Efteling is druk. Het is 80 minuten voor de Vliegende Hollander of zo. 70. Ja, echt waar. Ja, echt waar. En 70 minuten voor Joris en het Draak. Terwijl het is mega druk in de Efteling. Maar dat komt omdat we zijn bij het 9pleinenfestijn. De allerlaatste 9pleinenfestijn van 2015. En mensen die hier rondlopen, die kijken je allemaal aan. Alsof je een dildo in je reet hebt zitten. Maar wij gaan in elk geval verder naar... waar gaan we nu? Ja, dat weten we dus al niet. Dat weten we nu al niet. Nou, dan is struggle nummer 1. Struggle nummer 2. Nee, struggle nummer 1 was dat ik eigenlijk al heel laat hier naar de Efteling ben gekomen. Want ik was hier pas om half 5. Ja, half 5. Ja, ik was eerst dat die ene van. Oh, daar gaat hij weer. Kijk. Dus ik heb het doen. Maar in elk geval wat ik wil zeggen. Dat, ik was eerst naar de kermis in de bos geweest van een klote kermis of wat. Er zijn kleine kinderen bij, hè? Kinderen kokend water. Maar dat viel me dus gewoon zwaar tegen, want ja, dan ben je pas half 5 in de Efteling, oftewel je loopt nog wel een halve dag mis. Hey, weet je wat vreselijk is? We hebben heel die Bo en Roy helemaal niet gezien, man. Nee, ze zijn hier ook volgens mij dan niet. Ja, maar... Nee, volgens mij zijn ze er niet. Maar in elk geval, wat ik wil zeggen, dat was dan ook van mijn beklacht voor nu. Wij gaan dan ook van nu verder. Ik ga zo meteen mijn knippenhoedje aanzetten, want voor je het weet is het alweer donker. En dan begint het 9pleinenfestijn. En wij maken reclame voor Doritos. Mick is weer aan het snoepen. Mick staat bekend omdat hij altijd maar aan het eten is. Altijd als je Mick in beeld ziet, is hij aan het eten. Vanmorgen. Het eerste WhatsAppje wat ik van hun kreeg, was Mick die aan het satijzen broodje zat. Jawel. Dit is Mick. Mick is nou lekker een broodje aan het eten, Kevin. En jij lekker niet. Ga jij weer naar je kutkermis van je en... Fap elke dag, hè? We zijn dus reclame aan het maken voor Doritos. Daar krijgen we voor betaald. Ja, 100 euro per video. Dus daarom delen we deze video in 5 keer. Zo lopen we binnen, ja. Hallo, ze doen elke YouTuber toch? Oh ja, maak ook een reclame voor Autodrop. En zo is het hele rijtje dicht. Ja, hoe lang ben je die vlog kun je gewoon in één reeks doen of zo? Ja, natuurlijk! 3 minuten aan het filmen, joh. Zo lang duurt het gemiddelde pornofilm niet eens, joh. Dat is echt normaal, joh. Ja. Nou, een normale pornofilm duurt ongeveer 30 minuten. Maar niemand kijkt 30 minuten lang. Iedereen spoelt natuurlijk gelijk naar de happy end. Nou, oké, dat is natuurlijk informatie. Laat ze maar gewoon. Zet dat ding dan maar uit. Ik denk dat er weer een homo die hier rondloopt. Ja, mensen zijn altijd al van mij gewend. In elk geval, we gaan achter de parade aan hier ook. Heel erg leuk. Waar gaan we heen, jongens? Waar wil jij heen? Waar willen we heen? Nou, weet je wat? Ik stel voor dat we naar het Sprookjesbos gaan. Oké. Oh godverdomme. Wil je ook nog eens wat net als Nick? Nou, ik ben er ook in je vlog geweest. Mensen vonden me heel leuk, denk ik. Oh ja. Ja, niemand die op het heeft gereageerd, maar ja. Misschien heb je allemaal nep-accounts aangemaakt en gezegd zo. Mick, dat is zo'n lekker ding, joh, Mick. Oh, dat is zo'n lekker ding. Het is gewoon zichzelf. Hij geldt op zichzelf, dat weet je. Wat een slechte grap ook. Ja, oké, hi. Nou, ik ben er klaar mee, doei. Geen zin meer in. Ik ga graag bingo'en. En ik ben de grappenmaker van de bingo club. Laat riep ik bingo en ik had helemaal geen bingo. Moet je eens even luisteren dan. Het is een film. Nee, het is een filmpje. Kijk, het leuke is, dan moet hij weer helemaal gaan promoten hoor. Met zijn gloednieuwe camera. Kijk eens eventjes. Hartstikke duur. Ja, nou en. Dan heb je in ieder geval wel kwaliteitje. Hij doet net alsof hij heel veel geld heeft, maar eigenlijk is hij wel hartstikke schrik. Ja, absoluut. Sponsoring van Coolblue. Met zijn kortingkaartje van de Efteling.
korting! Het is fucking druk in de Efteling. Dus we zijn maar gewoon even het Lavaland ingegaan. Want ja, hier is nooit druk. Het enige, nadeel aan deze Lavaland is dat hier fucking veel kinderen lopen. En zoals jullie weten, ik heb een graf hekel aan kinderen. Kokend water, kokend water. Oh god, dan gaat het. Oh, it's a trail ride. Oh, dat was eng. Madness. Zit mijn haar een beetje, want... Jouw haar? Oh, vreselijk. Ja, maar jouw haar valt niet zoveel te verpesten. Kijk, en jouw haar zou nog eventueel iets verpest kunnen worden. Nou, maar dat is sowieso wel. Ik loop met jou mee. Nee, ik ga maar glijden. Hoe zit jouw haar eigenlijk zonder petje? Ja, ik wil zeker. Het valt nog mee. Van weg, hè? Ah, ja, ja, het zat vanmorgen perfect. Het zat perfect. Ja. Totdat hij in de eclipse ging. Totdat ik in de eclipse ging. Nee, totdat ik in de X-Factory ben geweest. Oh, X-Factory. Dat ding, jongen, je bent helemaal nat gespoten. En ik was van boven tot onder. Je bent nog altijd nat. Ik ben nog steeds nat, maar ja. Wordt er wel vaker nat gespoten? Ik word wel vaker nat gespoten, Nick. Er zijn dingen die ik niet... We zitten op dit moment in werkoverleg. Oh, ik denk al. We doen net alsof we allemaal heel erg druk aan het werk zijn. Zijn we ook. Zijn we ook. Ja. Doe dan net alsof je heel erg druk aan het werk bent. Ik ben aan het denken. Oh, hij is aan het denken. En Mick, wat ben je aan het doen? Ik ben ransomware. Ja, dat is ook heel erg belangrijk. Ik heb een producemobiel. Nou, Liewe doet nooit wat. En Bart, ben je aan het doen? Aan het fucken. Ja, ja. Oh, Pardoes, kijk nou, joh. Wat lijkt dit? Hallo, wat lijkt dit? Ach, wat een drama. Daar wil je toch niet mee gezien worden? Oké, okay, dan kunnen we lachen. Kijk, dan kunnen we lachen. Oh. Er wordt iemand een huwelijk gevraagd daar. Vreselijk. We zitten op dit moment ergens heel random. En daar achter ons worden de hoedjes binnengereden. Vorige keer hadden we natuurlijk een hoedje gekocht. Zo'n hoedje kost 5 euro. Als je die wil kopen, kan je hem volgend jaar pas weer kopen. Want het is namelijk de laatste 9 pleinen te staan. Oh. Oh, jammer. Iedereen staat achter al klaar met zijn camera. Mensen gaan allemaal de stoet filmen natuurlijk. En de stoet gaat ook bijna beginnen. Kijk, de laatste zangers komen daar aangelopen. Je ziet ze daar achterlopen. Hun zijn van zang en gelukkig. Ja, niet dat je er gelukkig van wordt, maar we doen net eens op. Hey! Oh, we zijn geen Walibi volk. Eeuw. Maar in elk geval, wat ik zeg wou, we zijn net een fan tegengekomen. Bart, zeg eens wat dan. Wat moet ik zeggen dan? Iets heel erg nuttigs. Iets nuttigs? Ja. Als je 2 kamelen in de dingen stuurt, hè? En eentje gaat er dood, hè? Hoeveel komen er dan terug? Hoeveel hou je er dan over? Dat is iets wat niemand weet. Dus, ja, 1. Nou, schiet op, want de vlog slaat nergens op. Nee, dat is waar, maar hier achter ons zit iemand. Dat is een vriend van Wesley. Dat hoor je gelijk. Kom hier, Wesley. Nee, dit wordt heel veel knipwerk, mensen. Weet je wat, ik lul poep. We zitten op dit moment op het terrasje. Ik lul poep. Ja, we zitten op dit moment... We zitten op dit moment... Hoi, heb je Jelle en de band. Hey, Jelle en de band! Ja? Hoe heet jullie die naam allemaal, man? Ik ken nou, die niet. Dat is in het begin al te schrijven. Ik hoorde dat net. Zeggen. Kijk, dat is die ene die op Jamai lijkt. Toch is het Jamani. Hij lijkt er heel erg op. Nou, ik moest even kijken hoor. Maar in elk geval... Je zal maar zo pak rondlopen, vreselijk. Eeuw. Maar in elk geval, de bondstoep begint zo en dan gaan we naar kijken. En daarna gaan we... we gaan dit keer wel weer even meedansen met hun, hè? Oh god. Jawel, jongen. Jongen, jullie weten wel dat het zo gaat klappen. Het is feest op Pieter. Van de piranha tot... Ik ken heel het nummer uit mijn hoofd, echt vreselijk. Ik ben niet te vaak geweest. Vertel eens even wat we aan het doen zijn. We zijn nu achter Ali aan het lopen. Ja, wie nog meer? En nou, Diar en hoe heet die andere ook alweer?
Die tapijtje. Tapijtje verkopen. Spookslotplein. Spookslotplein. Ja, dan moet jij wezen bij Spookslotplein, joh, gek. Ja, zeker vanwege jouw hoofd. Ja, dankjewel. Hè. Oh, rek. Hebben jullie Arabier? Oh, wat een slechte grap. Dank je. We lopen op dit moment mee met, ja, met zeg maar de stoel van het Fata Morganaplein. En we lopen hier met de tapijtjes verkopen. Tapijtjes verkopen vanavond. Ja, met Mustafa, hallo. Ja. Wat ben je nou aan het doen dan? Ja, we zijn aan het vloggen voor jou. Echt waar? Ja, speciaal voor jou. Vet cool. Oh, voor mij. Jullie komen bij mij allemaal kopen. Ja. Een tapijtje. Dat vinden mensen op YouTube vinden dat leuk. YouTube? Ja. Wat is YouTube? Wat is YouTube? YouTube. En dan gaan mensen allemaal kijken naar jouw filmpje, hoe jij het tapijtje verkoopt. Oh, dat is echt. En dan volgend jaar... Misschien zijn ze... Ah, het is wat mensen gratis. Ah, dat is een goede zaak, hè? Gratis. Misschien gaan ze allemaal patatje tapijtje kopen. Een patatje kopen? Ja, patatje. Ja. Tapijtje is dat zijn 1000 tapijtjes bij elkaar. Oh, 1000 tapijtjes, nog meer dan wij op voorraad hebben. Dan kun je heel veel familie voor zijn. Allemaal kopen. Ja, kunnen ze alvast... Maar hoeveel kost zo'n tapijtje nou? 1 kameel. Die is maar 1 kameel. Ja, is zaterdagavond aanbieding uitverkoop. Oh. De laatste avond van de negerpleine festijn, alles moet weg. En als ze nou in de tussentijd, tussen nu en volgend jaar, waar kun je ze dan kopen? Bij Rashid en Mustafa. Mustafa en Rashid, betere tapijtjes zijn er niet, hè? Nou, dan gaan we dat onthouden. Ja, anders Rashid weet er ook alles van. Komt goed. Rashid, maar we gaan even naar Rashid. Rashid, we hoorden dat jij een tapijtje verkoopt. Van wie heb jij dat gehoord? Van die andere. Ik weet van niks. Nee? Nee, mijn naam is... Nee, ik zeg niks. Ik zeg niks, dan kunnen ze ook niks tegen me zeggen. Het is pleinpolitie, hè? Oh. Ja, als wij iets verkopen, moeten we delen. Nadir, wij hebben gehoord dat jij een tapijtje verkoopt. Ja, dat klopt. Ik verkoop een hele bijzondere tapijtje. Niet een vliegend tapijtje, ik verkoop een liggend tapijtje. Wow. Hey, oh, en die is hoe duur? 1 kameel. Die is maar 1 kameel, zie je? 1 kameel. Alles kost 1 kameel. Maar eigenlijk, vorige keer probeerden ze het te verkopen voor 11 kamelen. Dus dat waren zeker beetje... mijn verre neven die dat probeerden. Ja, oplichters. Dat dacht ik al. Nooit bij hun toch. Dan denken we, vraag het even. Oh. Wat de handen, wel gelijk dat mensen doorverkopen voor 1 kameel natuurlijk. Nee, dat hou ik allemaal tellen. Zo mensen! Jij wilt toch altijd een worst in je mond? Ja, dat klopt. Die van mij. Oh. Misschien daar echt zoeken. Nou mensen, het is weer zover hoor. We zijn weer een uurtje ver... Oh, godverdomme. Bart, ik heb geen 60 fps, hè. Hou er rekening mee. Ik heb gewoon 30 fps. Dikke, vette... Gizzel. Nizzel. Hé, hey, waar is Roy en Bo? Oh ja. Even kijken. Nou, die kunnen het ons nog opzoeken. Het is nog geen 8 uur, toch? Nog geen 8 uur. Hey, zullen we naar Bo en Roy gaan? Ik denk dat. Ja, en dan naar Bo en Roy. Waar stonden ze ook alweer om 8 uur? Autopik. Anton Piklijn. Oh, you touch my tralala. My ding ding dong. Was dat een wesp, jongen? Jawel, dat was een wesp. Oh. Nou, we zijn dus nu onderweg naar... waar gaan we heen? Steenbokplein. Steenbokplein. Bart, we gaan naar het Steenbokplein. Ja, bier. Bier gaan hun halen. Bier. Ik neem geen bier, ik ga zo ergens een colaatje pikken, maar... Vreselijk. Ja, ik wil graag zo'n pet hebben, want je kan zo'n pet halen bij station De Oost. 2 cola voor 5 euro. En dan krijg je een pet erbij, die wil ik dus graag hebben. Maar mensen staan me heel raar aan te kijken hier, dus ik ga maar weer doen. Doei! Heb je van je ziet op een ATV? Is het nu weer voor het zout of het café? Heb je de malen van me zitten in de tuin? En ben je al van dat beetje blij? Dan ben je toe aan een hele leuke dag.
Hier in ons park waar ik zoet en alles mag. En als ik straks voor je dansen voor je zie, dan wil je morgen nog niet naar de Efteling. Jullie wat zien daar, dan ga je lekker vlug. Als je met pas is, dan ben je arbiter. Jullie wat zien van je jullie. Ik kan niet sleeën onder ijzer voor de schnee. Jullie wat zien, dat is helemaal mijn ding. Dus ben ik heel graag in de Efteling. Jullie, al die mensen zingen maar met mijn mee. Van die jula, 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 die mee. Goed links, rechts, zwaaien aan z'n ritme. Ga in de steenbok, naar de afgelopen. Het is een leus, en we weten is het top. Maar wil je zo nog even op de baan? Zou ik de spijzen toch nog even laten staan? Dus je moet eerst voor mij een tweede huis. Van in die blokken voelde de pas thuis. Neem mij een briefstisch op je banden voelen. Was je aan de je weet waar ik mee doe. Wat gebeurt? Ik ben een stukje vlog aan het opnemen. Zit ik het via een WhatsApp te sturen? Echt, het is zo fucking dom dat ik... Wat, ja, wat, ik zeg WhatsApp. Lekker Rotterdams. Hun zitten allemaal lekker aan bier. Ik ga zo meteen lekker een colaatje halen of zo, weet ik het wat. Maar wat ik dus wilde vertellen is dat er komt dus een 16 persoon bij. Dat is de lens. Dit is de lens. Ja, maar kijk dan naar jezelf. Nee. In dit geval kijk ik wel op mijn lens. Dat heb ik mezelf al aangeleerd. Maar in elk geval, het is echt super gezellig. Maar wat ik ook wel zeg is dat mijn batterij gaat mega snel leeg. Dus ik zal zeggen van, de beelden die ik maak, die maak ik nu nog. En anders moet je ook vooral even zijn kanaal checken natuurlijk. Want hij heeft ook een vlog gemaakt van de hele dag. En dat wordt denk ik een hele lange vlog. Ja, ik kan er over één vlog van maken of ik ga hem weer delen. Weet ik veel, man. Ja, maak er gewoon één lange vlog van. Dat is echt een mega. Ja. Maar we zijn dus aan het zoeken naar Sven en die zien we zo. Kijk die ogen. Oh, hij is aan het recorden. Oh, ik dacht dat is een foto. Hun zitten allemaal aan het... Boodschap. Hoi. Nou, maar het leukste is, we zijn hier met z'n zessen en ik ben de enigste die nuchter is. Nee hoor! Nee, ik ben ook goed. Ja. Ik ben goed nuchter, ik heb niks op. Gewoon hartstikke puur vodka hier overal. Oeh, dat ging je niet meer. Nou, zeg jij eens wat leuks. Hallo. Hij is, abonneer even op... Gelijk weer zelf promotie weg geweest hier. Jeff Rice en de Bravo Biermaat. Kut hoor. Hij weet je eigen kanaal. Wat zou ik zeggen? Wat zou ik zeggen? Ja, nou is je moment, joh. Ja. Dat ding staat op tellen, hè? Ja, nou ja. Abonneer even op Gaming & LOL YouTube. Ja, en dat kost weer heel erg veel. Doe maar even een link in de beschrijving. Nee, link in de beschrijving. Dit kost geld, hè? Dit kost geld. Ik heb 1000 abonnees. 1000 man. Kijk eens hoe donker het is. Oh, er wordt hier geknoeid met bier, mensen. Nee, maar luister. We zijn lekker aan bier en zo. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben best wel behoefte aan een lekker colaatje of zo. Dus ik ga nu even zoeken naar ergens waar ik cola kan halen. En zoals ik net ook al zei, ik wil dus die cola waar je ook die vet bij krijgt. Maar ja, we staan hier ook bij de Baron. Hartstikke leuk. Hartstikke gezellig. Super gezellig. Oh, daar gaat hij weer. Daar komt hij. Ja, zie je hem. Oh, wat vreselijk. Hij zal er maar in zitten. Dat doe je ergens vrij op de raam. Hartstikke vreselijk. Niet te doen. Maar in elk geval. Inderdaad niet te doen. Ik vraag me serieus af waar we naartoe gaan lopen. Want we gaan naar... Hey, wacht. Bart. Waar gaan we eigenlijk precies heen? We gaan drinken halen. Ja. Het is feest op iedereen. Van de piranha. Thank you.
jongen. Mooi. Ik heb dus ook mijn eerste dag. Ik heb dit voor mij al.
jongens. Ja, dan gaan we, jongens. Doei. Hey, jij doet ook echt je zonnebril op, hè? Ja, zo zo. Weer een dagje Efteling voor vandaag. Ja, dat het is toch geweldig. En we gaan met z'n allen nog één laatste shot. 3, 2, 1. Komt ie. Hey! Leuk dat jullie hebben gekeken naar deze vlog. Abonneer natuurlijk op de kanalen van de Co-Grabo Gamers. En natuurlijk van Gaming NL YouTube. Ja. En dit was natuurlijk een van de leukste vlogs die ik ooit heb gemaakt, volgens mij. Dit is gemaakt. Ik ben echt benieuwd. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd naar jouw kanaal. Naar jouw natuurlijk van Kevin. En wij worden beter en zo knol. Vooral de avondvlog, dude. Echt erg. Hij gaat weer naar school, hij weet het weer beter. Hey jongens, we gaan heel snel rennen naar de trein. Hey jongens, leuk dat jullie hebben gekeken en wij zien jullie weer bij een volgende video. Doei! En dan kunnen we nog één ding zeggen, dat is... Houdoe! Toedels! Vreselijk! Oh, wat hebben we onszelf weer aangedaan. Ja, dat wel.